Breda Nu. Je weet het meteen. Boomfeestdag vindt ieder jaar plaats op de derde woensdag in maart. Ook in Breda werden er weer bomen geplant. Dit keer door kinderen van basisschool Het Noorderlicht samen met wethouder Boas Adank. En we staan hier op de Strikberg. En de Strikberg is een hele mooie plek in de Lage Vughtpolder. En daar zijn we vandaag met kinderen van basisschool Het Noorderlicht zijn we aan het planten. En dit is vandaag de Nationale Boomfeestdag. Maar we zijn eigenlijk al de hele week met schoolklassen in Breda bezig om overal leuke dingen te doen. Nou, groen is niet alleen een ambitie van de stad, maar groen betekent ook gewoon een fijne leefomgeving en een gezonde leefomgeving. Dus het is heel belangrijk om al bij de jeugd te beginnen, om ze te vertellen dat groen gewoon belangrijk is. En gelukkig vinden ze het ook heel erg leuk. Dus als jullie later groot zijn en zelf kinderen hebben, en misschien zelfs wel kleinkinderen hebben, dan kan je hier bij de kinderboerderij, dan kan je hier langs lopen, dan kan je zeggen, joh, ik heb deze boom heel vroeger nog geplant. Het gaat erom dat ze echt naar buiten gaan en dat ze lekker in die natuur van allerlei dingen gaan ontdekken en dat ze zich daarmee verbinden. De Boomfeestweek is gewoon iets wat ik nu voor de derde keer doe. En ja, ik krijg altijd superveel energie van als je die kinderen met zoveel enthousiasme bezig ziet met groen. Dus ja, daar moet je gewoon bij zijn. 5, 4, 3, 2, 1. Nou, wat je ziet is dat we gewoon duurzaam bezig zijn met het vergroenen van de stad. Daar hoort een stukje onderhoud bij. Dus soms moeten een aantal bomen moeten daarvoor wijken om weer gezonde en nieuwe bomen daarvoor terug te plaatsen. En bomen zijn levende organismen. Dus daar ben je gewoon continu mee bezig om het aantal uit te breiden en het bestand gewoon gezond te houden. Is er nou een mijlpaal van als we dat punt hebben bereikt, dan zijn we on the right track, zeg maar? Nou goed, we hebben de ambitie uitgesproken ook in het verhaal van Breda. Breda brengt het samen dat wij de eerste Europese stad willen zijn in een park. Dus niet een park in een stad, maar echt een stadspark willen in kunnen wonen. Nou, dat betekent dat we echt heel goed moeten nadenken over waar voegen we groen toe en hoe doen we dat. En dat is mijn ambitie voor een volgende periode. Nou, dan schrijf ik op dat wij als gemeente een aantal bomen plaatsen als jullie die klusjes uitvoeren. Wat hebben we vandaag gedaan hier? Bomen geplant. Planten. Planten en zo, oké, dat is duidelijk. Waarom is het belangrijk om bomen te planten? Dat is goed voor de natuur. En waarom dan? Wat doen bomen? Bomen die groeien en zorgen ook voor zuurstof voor mensen. Hoeveel bomen? 500. Ja. 500 ongeveer. Heel veel. Bijna 36 of zo. En wat vinden jullie dan de mooiste boom? Eikenboom. Ja, eikenboom. Kijk, die we daar hebben geplant. Nee, de moneyboom. Ja. Vind je het leuk om een dagje lekker in de natuur te zijn en niet op school te hoeven zitten en te moeten rekenen en zo? Ja, is kapot leuk. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.